De oude basisschool van Molrouw is met haar 100 lentes een van de oudste scholen in onze gemeente. Maar de klaslokalen zijn te klein geworden en het gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen voor een basisschool. Schepen van onderwijs Hans Schoofs komt nog een laatste keer de bel luiden voor de afbraak van de school begint. We gaan de laatste keer de bel luiden. De leerlingen blijven natuurlijk niet in de kou staan. De nieuwe school is helemaal in gebruik genomen in twee fases. Eén fase in 2007, de laatste fase op 4 januari van dit jaar. En in die laatste fase zijn er 6 klassen betrokken, een nieuwe leraarsruimte, een nieuwe refter. En ook de directie en het secretariaat zal zeer binnenkort verhuizen naar die nieuwbouw. De toekomst van de school ziet er ook erg veelbelovend uit. Als de gebouwen zijn afgebroken, komt er een nieuwe fietsenstalling. Die komt in het verlengde van de gaanderij eigenlijk. Nadien hopen we op de derde fase. Dat is een sporthal waar competitief volleybal kan ingespeeld worden. En dan komt er ook nog een nieuw sanitair gedeelte waar we toch wel nood aan hebben. Ook de speelplaats wordt nog heraangelegd. De bronzen bel van het oude schoolgebouw gaat niet verloren. Na een grondige poetsbeurt krijgt ze een mooie plaats in de nieuwe school. Zo zal ze voor vele generaties leerlingen de herinnering aan het oude gebouw levend houden. Goedemiddag.